Hallo allemaal. De titel van deze vlag is: waarom loopt die koe bij de kalf weg? En hier zien we de koe, maar nog geen kalf. Nu zien we de koe liggend in beeld, want de koe die krijgt een kalfje. En is erg onrustig. Liggend, staan, liggend, staan. En deze beelden zijn gefilmd door de buurvrouw. De koe is in het afkalfijtje dat grenst aan de tuin van de buren. Hier zien we dat de koe weer staat. Het vruchtwater is net afgegaan en dat lekt ook op. Dat is ook goed, dat bevordert de geboorte van dat kalf. We hebben een poos staan wachten, maar op een gegeven moment ging ze liggen. En toen bleef ze liggen toen ik erbij kwam. En heb ik de koe geholpen bij de geboorte van het kalfje. Want deze koe die had echt wat hulp nodig. Ik doe een touwtje aan een van de pootjes. En trek er wat aan. En eerst even kijken hoe dat gaat. En dan wissel ik af en toe even aan het andere pootje ook wat trekken. En dan zie je mij naar de broekzak grijpen. En daar haal ik glijmiddel uit. En daarmee smeer ik het uiteinde van het geboortekanaal in. Zodat het kalf er wat makkelijker uit kan. Ondertussen bel ik mijn zoon op, die is in huis. Want ik weet niet of ik het alleen ga redden. Dus dan heb ik graag wat assistentie erbij. En ondertussen probeer ik nog wat door te gaan. Eerst maken we nog niet zulke vorderingen. En we doen rustig aan. Niks forceren. Zolang die kop van de kalf nog in de koe zit, dan is er met het kalfje ook niks aan de hand. Op een gegeven moment als de kop echt vast in het geboortekanaal zit, dan moeten we doorzetten. Anders komt er te veel druk op het hoofd. Maar gelukkig maak ik op een gegeven moment vorderingen. En dat zie je zo. En als de kop er één keer is, dan komt de rest van de kalf doorgaans er ook heel vlot achteraan. De koe blijft vrij rustig. Perst af en toe op de momenten dat het moet. En juist op die momenten dan trek ik wat. Dat is een kwestie van aanvoelen. Een samenspel, een samenwerking tussen koe en boer. De hakken in het gras om schrap te zetten, want ik moet wat naar achteren. Ik ga staan. De kop is er al. Nog één perswee. En dan komt ook de rest van de kalf. De koe die veert weer wat overeind. Ik maak het touwtje los. En dan als eerste, als ik zie dat het kalfje goed is, kijken wat het is. Een vaaskalf. En ik leg het hier voor de kop van de koe neer. En de koe die is opgestaan. Die heeft niet naar kalf gekeken. Die is er zo bij weggelopen. Ik krijg vaak vragen van: waarom blijft een kalfje niet bij de koe? Maar soms kijkt de koe niet eens naar het kalfje om. Hier zie je dat het kalfje al wat wakkerder, wat helderder is. Dus die is er al een poosje, de koe staat een eind verderop. Tja, ook dat is de natuur. En gelukkig kan ik melden dat moederkoe en het kalfje het allebei goed maken.